Kranenburg. Ik heb medicijnen gestudeerd. En ik ben na mijn studie min of meer automatisch in de research terechtgekomen. Het wetenschappelijk onderzoek. Dat heb ik 8 jaar gedaan. En uiteindelijk is dat onderzoek mij eigenlijk niet bevallen. En ik heb toen een soort jeuk ontwikkeld om mijn bezigheden meer te verbreden. Toen ben ik in het onderwijs gaan werken. En via het onderwijs kreeg ik toen de gelegenheid om in academisch fysiotherapie het medische onderwijs breed op te zetten. En toen heb ik wat ik geleerd heb in mijn researchperiode, dat was aan het Instituut voor Hersenonderzoek, waar ook Swaap dan zat in die tijd. Toen heb ik die neurowetenschap proberen te verbreden en geprobeerd om zoveel mogelijk toepassingsmogelijkheden te vinden. Bijvoorbeeld toepassing in de sport, in de muziek, in de revalidatie. En wat mij toen is gaan boeien, dat is of dat brein nou statisch is. Hè, dat als dat beschadigd is, dat het dan altijd beschadigd blijft. Of dat het dynamisch of plastisch is. En dat laatste blijkt waar. Ja, mijn passie voor dit vak zit in de vele onvermoede toepassingsmogelijkheden. Ik ben zelf ook een beetje muzikus. En wat fascinerend is, is om te zien dat iedere muzikus, afhankelijk van zijn instrument, een hele specifieke verandering in zijn brein ondergaat die met dat instrument te maken heeft. Hè? Denk aan een klarinetspeler gaat zo, koppeling vingertoppen met tong en lippen. Pianospelen heb je met tong en lippen natuurlijk niets te maken, hè? Maar je hebt twee handen. En zo is dat bij ieder instrument anders. Een tweede wat mij fascineert is dat heel vaak mensen een soort doemdenken hebben. Dan hebben ze een beroerte gehad en dan denken ze dat ze levenslang paretisch, dus verlamd zijn en zo, of niet meer kunnen praten. En de neuroloog zegt dat ook vaak, niet revalideerbaar of therapie heeft geen zin. En dat dan toch herhaaldelijk uitkomt dat mensen wonderbaarlijk herstellen. En dat fascineert mij zo ontzettend. Wat is nou het krachtenspel wat maakt dat iemand ondanks negatieve voorspellingen eigenlijk soms zo goed kan herstellen? Als we dat doorgronden, kunnen we dat toepassen voor andere patiënten. Ja, de ondernemer, een bedrijf. Het interessante is dat in de neurowetenschappen kan je zeggen dat het brein, hè, dat is, ik zal even een voorbeeldje laten zien. Het brein, dat heeft allemaal verschillende afdelingen. En lang hebben ze gedacht dat die afdelingen sterk gescheiden van elkaar waren. Nou, dit is een frenologische kop uit 1800. Dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn op deze manier. Maar in ieder geval, dat hebben we lang gedacht. En er blijkt nu dat het brein eigenlijk veel flexibeler is. Dat het geen zuiver gescheiden afdelingen zijn. Maar dat het half overlappende afdelingen zijn die ook in netwerken, in ensembles eigenlijk functioneren. Waar een enorme flexibiliteit zit ingebouwd. Als een bepaald knooppunt van het netwerk kapot is, dan kunnen andere knooppunten van datzelfde netwerk, die kunnen die taken overnemen. Waardoor dus eigenlijk het brein als geheel goed blijft functioneren. Nou, dat is een inspiratiebron voor bedrijven. Je zou kunnen zeggen, als je binnen een bedrijf te veel specialisatie en te veel scheiding van functies aanbrengt, dan creëer je daarmee een enorme kwetsbaarheid. En we zouden dus van de evolutie van het brein kunnen leren, hè, om die flexibiliteit van iedere werknemer, iedere afdeling moet altijd een zeker pakket van taakdeskundigheden hebben die weer overlappen met een belendende afdeling. En dan creëer je een bedrijf dat gewapend is tegen pakweg slechte tijden of ziekte of brand of wat het dan allemaal ook mogen zijn.